afbeeldingen uit de eigen collectie die razendsnel worden gekoppeld aan redactionele artikelen. En dat ook nog eens met een presentatie in een aantrekkelijke visuele laag. Dat is waar Kaluga de wereld mee wil veroveren. Om die internationale ambitie kracht bij te zetten is samenwerking gezocht met BDMI, het investeringsfonds van mediabedrijf Bertelsmann. Deze strategische wereldspeler heeft een belang genomen in het snel groeiende Groningse internetbedrijf om de internationale uitrol van Kaluga te versnellen. Wat er gaat gebeuren is dat BDMI ons enorm gaat helpen, verwachten wij, met de internationale doorgroei van het bedrijf. Ze hebben natuurlijk zelf heel veel publishers onder de paraplu. Hè, en ze hebben daarnaast heel veel contacten die ons internationaal kunnen helpen. I thought it was a good time now to invest because actually the company is performing well. And secondly, I think they are at the point where we can help them a lot. Elke maand weer worden 400 miljoen geautomatiseerde presentaties weergegeven ergens op een computer in Nederland, Spanje, Engeland, de VS of Brazilië. En dat aantal blijft stijgen. De stormachtige groei van Kaluga bleef niet onopgemerkt en wekte de interesse van Bertelsmann. Zij zijn het grootste mediabedrijf van Europa en zijn onder andere eigenaar van de RTL-groep. Kaluga ziet de samenwerking dan ook niet alleen als een financiële injectie. Wat we nu al merken is bijvoorbeeld Stern in Duitsland, Zeit in Duitsland, National Geographic, Vogue, dat soort magazines en online titels. Daar lopen we nu heel makkelijk gewoon binnen op beslissersniveau, spreken met mensen en net zoals National Geographic in Frankrijk gaat volgende week live. A big part of my job is actually making introductions, so I tend to do that while I'm in the train or on a plane. I've write emails where I say, look, I think it makes sense that you take a look at the technology from Kaluga. De toekomst van Kaluga ziet er rooskleurig uit. In 2012 noteerde het bedrijf al een groei van 100% ten opzichte van 2011. Hoewel 2013 nog maar halverwege is, heeft Kaluga de omzet ook nu alweer verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Uiteindelijk denkt het bedrijf dit jaar 300-400% te gaan groeien. Voor ons is de ambitie dat alle publishers wereldwijd Kaluga kennen en daar het liefst natuurlijk gebruik van maken omdat ze het een prachtig product vinden. Dat is de ambitie. Daarmee, nu ook al zijn we redelijk groot qua volume verkeer, daarmee word je alleen maar groter en gaat het elkaar aansteken. En kunnen we ook weer hele mooie nieuwe dingen ontwikkelen in die laag en op andere manieren.